Laten we praten over zeker in deze fase van ons leven in de eindtijd over de kracht van zaaien en oogsten. Ik ga proberen een deel te doen vandaag en als het nodig is volgende week. Ga met mij naar Prediker 10 vers 19. Vele mensen willen niet hebben dat je praat over geld. Andere mensen verlaten gemeentes als je begint te praten over geld. Ze denken dat die voorgangers geld willen hebben. Maar in principe is het heel verkeerd voor een voorganger om niet te praten over geld. Waarom is het verkeerd? Omdat je de mensen laat in de armoede of in die armoedige staat waarin ze zijn. Want je ontneemt ze eigenlijk de sleutel hoe uit die armoedige situatie te komen. De Bijbel zegt, voor genoegen richt men een maaltijd aan en wijn maakt het leven vrolijk en het geld verantwoordt alles. Voor het genoegen richt men een maaltijd aan en wijn maakt het leven vrolijk. Dat is zo toch? Ja, iedereen en zelfs vrouwen, als ze een beetje wijn gedronken hebben, zijn ze vrolijk. Maar de Bijbel zegt, en het geld verantwoordt alles. De Engelse vertaling zegt, money answer all things. Geef me die Engelse vertaling, die King James. Money answer all things. U wil niet praten over zaaien en oogsten. U heeft altijd kritiek als persoon wanneer voorgangers tienden vragen of wanneer voorgangers offers vragen, maar u werkt misschien 8 uren, 16 uren, om hetzelfde. Money answered all things. Het is eenmaal zo dat wij leven in een samenleving, een maatschappij, waarbij geld die waarde gekregen heeft dat hij alle dingen kan verantwoorden. Het gaat zo ver zelf dat als uw zoon of mijn dochter iets gedaan heeft en als wij niet in een bepaalde positie zitten op die maatschappelijke ladder, breek maar gewoon je huis binnen en men zorgt ervoor dat je zoon binnen enkele seconden in de gevangenis zit. Maar als je geld hebt, dan belt men je netjes, kunt u uw zoon brengen naar de politie. Arme mensen gaat men niet bellen. Het tegendeel, wie staat door bij hang op tien op badis, kop in brokkenboren. Maar als je geld hebt, wordt je netjes gebeld, kunt u zich aanmelden. Men geeft je de gelegenheid. En dit zijn dingen die je moet begrijpen. Dat geld een middel is die vele dingen kan verantwoorden. Geld kan niet alles verantwoorden in de vorm dat hij geestelijke dingen kan verantwoorden. In de vorm van hij kan je liefde geven. Maar natuurlijke dingen kan hij wel doen. Maar hij kan je geen geluk geven. Hij kan je geen liefde geven. Hij kan geen ziekte genezen. Maar hij kan wel voldoen aan de vraag om dingen te verantwoorden. Om dingen te kofferen. En dat is belangrijk. Mensen begrijpen niet dat elk moment van elke dag, zolang we leven, dat wij leven eigenlijk onder een geestelijke wet die men noemt zaaien. En ook zijn alles wat je doet. Iemand kwam verleden hier in Suriname en heeft toen een beetje gevolg wat ik doe. En hij zegt, voorganger, jij bent een van de weinige voorgangers die ik heb ontmoet. En die zo hard werkt. Waarom werk je zo hard? Ik dacht, als ik niet hard werk, wil ik het geld dat God mij geeft niet hebben. Hij zegt, hoe bedoel je? Ik zeg, elke cent die de gemeente mij betaalt, wil ik oprecht verdienen. Ik zeg, want als ik mijn mensen zeg, dat als ze aan het werk gaan en 8 uur beginnen, moeten ze werken van 8 tot 4, zodat aan het einde van de maand, wanneer ze hun geld gaan halen, dat ze weten hebben, ik kreeg loon naar werken. Amen. Kijk, als je een afspraak hebt met je instantie waar je werkt, dat is iets anders. Maar als het onder normale omstandigheden zijn, dan moet je wel ervoor zorgen dat je, wanneer ik je, bijvoorbeeld als je voor mij werkt, wanneer ik je betaal, moet ik met een voldoening je betalen. Maar als ik je betaal, dan denk je, boy of vrouw, ja,
met pijn omdat ja, maar in feite. Hey Jimmy, dat hoeft het niet. Ik vind dat wat je zei, moet je oogsten. Dus als je hard werkt, moet ik je goed betalen. Als je niet werkt, moet ik je niet betalen. Je bent een luilak. Dus al de mensen die daar zitten, die spookambtenaren, dank de Heer dat ik niet jullie baas ben. Nee, serieus. Spookambtenaren zouden geen geld bij mij verdienen. Absoluut niet. Als je niet werkt, moet je geen geld krijgen. Niemand moet me komen uitleggen van nieuwe beleidsinzichten. Iedereen moet werken in het land. Iedereen moet werken, want er zijn mensen die keihard werken. Amen, is het niet zo? Heb ik veel spookambtenaren hier? Een keer collega, wat gaat die? U werkt toch op je anoe, je toch? Amen. Kijk, als men je niet wil hebben, is iets anders. Maar sommige mensen zijn blij wanneer ze niet hoeven te werken. Ik heb het over die mensen die even gaan 7-3. En ze weten, er is geen controle. Dus ik wou zo gaan. Dan heb je geen recht op loon. Dus ieder van ons, je zaait dagelijks. Als het nu in werken is, als het nu een attitude is, je bent bezig constant te leven onder het principe zaaien en oogsten. Die wet van zaaien en oogsten. Als je met niemand praat, gaat niemand met je praten. Als je met niemand lacht, zal niemand met je lachen. Als je iedereen haat, dan haat die wereld jou ook. Als je nooit geeft, ontvang je ook nooit. Er is een wet van zaaien en oogsten. De Bijbel leert ons, wat je zaait, zal je oogsten. Wij als gelovigen moeten gaan verstaan dat God een mooie tekst gezet heeft in Genesis 8 vers 26, waar hij eigenlijk het principe van zaaien en oogsten heeft geïnitieerd. Het principe 8:26. Genesis 8:26. Hij zegt, zolang de aarde bestaat, zal er zijn zaaiing, koud, oogst, winter, noem maar op, en zaaitijd en oogsttijd. Zolang die aarde bestaat. 8:22 dacht ik. Zal het er zijn, zolang die aarde bestaat. Voortaan zullen, zolang die aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Het zijn tegenstellingen. Als je niet zaait, is er geen oogst. Zoals er geen koudheid was, zou er ook geen hitte zijn. Het zijn tegenstellingen. Als er geen zomer is, heb je geen winter nodig. Als er geen dag is, heb je geen nacht nodig. Ze zullen nooit ophouden. Dus iedereen die zaait, mag met een gerust hart een oogst verwachten. Met een gerust hart. Als je je best doet om te leven voor je medemens, met een gerust hart, kan je weten dat je payback time is coming. Payback time is coming. And payback time is coming not from man, but from God. Ja man, je mag de Heer een applaus geven. Vroeg of laat zal God jou terugbetalen. Dus daarom is het belangrijk voor ons om te blijven zaaien. Ook hoe moeilijk het is. Psalm 126 vers 5 leert ons dat het soms moeilijk is om te zaaien. En daarom zegt de psalmist daar, wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Het is moeilijk soms om te zaaien. Het is moeilijk soms om iemand te lief hebben, terwijl je weet dat de persoon je wil doden. Het is moeilijk om vriendelijk te zijn tegenover iemand. En als Jimmy je dag goedemorgen, terwijl hij dat als mij een pot wisigi. Hij zegt dat als hij een meeting nono, de jorgen aan de leba zei, fit aan het neti. Hij zegt dat naast, maar dat zijn als Sanji. En toch tegen zijn tak, omdat je nog een christen, goedemorgen. Wie is niet dat je tak jouw ex? Maar je moet vriendelijk blijven. De Bijbel zegt, wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.
Hij heeft niet gezegd zullen, misschien. Dit is een fact, vroeg of laat ga je grote oogst terugkrijgen. Amen. Amen. Kinderen, laat me één negatieve maar geven. Kinderen, als jullie je ouders niet respecteren, payback time is coming. Payback time is coming. Al die kinderen, je respecteert je ouders niet. Nospang, doei tori. Tebi je kies baby bij je trot tiari. 12 jaar ga je zien dat die baby gewoon wat je gezaaid hebt is. Is gewoon naar jouw aard. Je hebt gezaaid naar je aard. Dus daarom moet je voorzichtig zijn. Het is een eeuwigheidstoestand. Alles wat je zaait, zal je vroeg of laat oogsten. De Bijbel zegt het ergens dat wie op de akker zaait van zijn vlees, zal vroeg of laat dat ook oogsten. Maar als je zaait op de akker van je geest, ga je ook die positieve van het geestelijk leven oogsten. Zeg het met eigen woorden. Dus als u liefde zaait, zal u liefde oogsten. Als u geld zaait, gaat u geld oogsten. Als u groente zaait, zal u beren oogsten. Kan niet toch? Je moet groente oogsten. Als je vruchten zaait, ga je vruchten oogsten. Ik noem dat persoonlijk, heb ik hier geschreven. Ik noem dat de kracht van reproductie. Ergens in de Bijbel staat geschreven dat een goede boom brengt goede vruchten voort. Een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Dus als je karakter is slecht, als Jezus niet ingrijpt en je niet tot bekering komt, ga je nooit goed zaaien. Je gaat slecht zaaien. Dus het begint bij die boom. Wat zijn je motieven? Wat zaai je? Hoe zaai je? Wat zijn die motieven erachter? Dus dat is belangrijk. Mensen houden ervan om te wachten tot goede momenten om te zaaien. Ik heb gemerkt dat bijvoorbeeld in de kerk is er iets dat altijd, it blows my mind. Al komt een predikant uit het buitenland en je hoort hem dezelfde dingen prediken die Surinaamse predikanten prediken, dan direct staat men op en begint men te zaaien voor die man. Hij hoeft niet eens te vragen of voor die vrouw. Je loopt daar met mijn gado, alle woensdag naar Samsung met takja. Nooit misschien was maar op dat akosaiwa body give. Ik persoonlijk vind dat u verkeerd zaait. Want loop eens zo'n mooi woord met je tangen doen, maar nog even zitten. Maar als ik, maar het is niet alleen Suriname hoor, ook in het buitenland. Wanneer een buitenlandse predikant in het buitenland een offer vraagt, alas mijn long. Dezelfde pastor, de look of the man. Is something about that, I don't know. Het verwondert mij altijd. Jezus heeft wel het antwoord daarop gegeven hoor. Een profeet wordt nooit geëerd in eigen huis. Dus laten we dat even, laat me dat editen en deleten. Mensen wachten op goede condities om te zaaien. En als je op goede condities let, ga je nooit zaaien. Laten we gaan naar Prediker 11 vers 4. Wie steeds op de wind let, zal niet zaaien. En wie steeds naar de wolken ziet, zal niet maaien. Als je wacht voor goede tijden om te zaaien, ga je nooit maaien. Je moet altijd zaaien. Je moet altijd bereid zijn om te zaaien. Je moet een attitude hebben om te zaaien. Waarom? Omdat jouw God is de grootste zaaier die ooit bestaan heeft en die er ooit zal blijven bestaan. De Bijbel leert ons duidelijk dat toen God een familie nodig had op aarde,
heeft hij Jezus gezaaid. Ga naar vers 5. Zoals gij de weg van de wind evenement kent, als het gebeente in de schoot van een zwangere vrouw, zo men kent gij het werk van God, die alles maakt. Zaai uw zaad in de morgen en laat uw hand tegen de avond niet rusten, want gij weet niet of het ene gelukkig zal of het ander, dan wel of beide tezamen goed zullen zijn. Met andere woorden, elke keer als je in de gelegenheid gesteld wordt om te zaaien, zaai. Als het is om iemand een glimlach te geven, zaai. Als het is om iemand te helpen, help. Of zaai. Als het is om goed te doen, blijf zaaien. Als het is om geld te geven, zaai. Vroeg of laat zal je de oogst zien. De oogst zal komen vanuit een plaats waarbij je niet iets verwacht. Een van de grootste principes van zaaien kan je terugvinden in 9 simpele woorden die staan in de Bijbel. 9 simpele woorden. Ze staan in Galaten 6 vers 7. 9 simpele woorden. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten, Galaten 6 vers 9. Want wat een mens zaait, je was goed. Ga terug, bij jou is het 8. Want wat een 6-7 zei ik, ja. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. En als je hem helemaal leest in context, word je er bang van. Want de Bijbel zegt, dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. God ziet alle dingen. God vergeet niet. God weet precies. Hij weet wat ik doe, hij weet wat u doet. Dus de payback time komt in een schrik, in een bari. U kent het verhaal van David, die Bathsheba gezien had. En Bathsheba leuk vond. Zo leuk dat hij bereid was om Bathsheba man te vermoorden. En dat heeft hij ook gedaan. En God heeft hem gezegd door de profeet Nathan: je hebt dit in duisternis gedaan. Je gaat het oogsten. Jouw zonen zullen openlijk jouw bijvrouwen nemen en met jouw bijvrouwen slapen. En het is gebeurd. Het is gebeurd. En een van de vragen die men me altijd stelt, zeker als men dit soort teksten zegt: hoe kunnen wij die oogst stoppen, die slechte oogst? Want in het Oude Testament is dat niet duidelijk. We zien steeds dat de mensen zeggen in het Oude Testament, ik Klaagliederen 5 vers 7, zegt men: onze vaderen hebben gezondigd, zij zijn er niet meer, maar wij dragen hun ongerechtigheden. Maar in Ezekiel 18 zegt God dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn eigen daden. En hij geeft een hele uiteenzetting dat de zoon niet zal boeten voor de ongerechtigheden van de vader als de zoon tot bekering komt. Lees dat in Ezekiel 18. Dus hoe kan je deze dingen stoppen dat ze niet doorgaan op je kinderen? Jij moet als alvast tot bekering komen. Jij moet God oprecht vragen om vergiffenis. En de Bijbel zegt: indien wij onze zonden beleiden, in Johannes 1 vers 9... Hij is getrouw. Maar het woord getrouw is niet alleen belangrijk. Hij is ook rechtvaardig. Dus omdat hij getrouw en rechtvaardig is om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Het woord getrouw en rechtvaardig betekent dat God weet precies wat je gedaan hebt. En als je oprecht bij hem komt, hij is getrouw, hij gaat je vergeven, maar tegelijkertijd is hij ook rechtvaardig. Dus je kinderen hoeven niet te boeten voor de dingen die je gedaan hebt. Hij is getrouw en rechtvaardig. Jij hoeft ook niet te boeten voor de dingen die je gedaan hebt. Maar er zullen altijd, die zaden zijn altijd daar. Dus het bloed van Jezus moet die zaden vernietigen. Want je hebt ze gezaaid. En die dingen willen altijd terugkomen. Als u mij niet gelooft. Onze opa Adam heeft zonde gezaaid.
Ook al komen we tot bekering, wat zegt Paulus? Wie zal mij verlossen uit dit vervloekte lichaam? Want zolang we in dit lichaam zijn, zie je het zaad van zonde die steeds wil opkomen. We zijn vergeven, we zijn op weg naar de hemel, maar toch zie je dat die oude mens. Ja, toch, een van de dingen die we altijd zeggen, ik geef dat altijd als voorbeeld, naar die bekeer. Of me, dat ben bekeer, Iboshi. Anderen zeggen het een beetje diplomatisch, of me, de memory van God. Iemand heeft hier gepredikt dat als we dat denken, hebben we reeds gezonden. In onze hart hebben we die man al 10.000 koffers geslagen. Dat is alleen niet gemanifesteerd. Maar in de hemel kijkt men daar. Look at me, Lisa Machira, man. Dus, wat je zaait zal je oogsten. Wij moeten komen op de plaats. Om te beseffen dat God wil hebben dat we te alle tijden bezig zijn. Hoor wat Spreuken 6 vers 6 tot 8 ons geeft. Hij zegt, je moet blijven zaaien. Je moet in actie zijn. Hij zegt, ga tot de mier, geen luier. Zie haar wegen en word wijs. Hoewel hij geen aanvoerder heeft, geen leidinggevende of heerser, maakt hij zijn eten gereed in de zomer, verzamelt hij zijn voedsel in de oogsttijd. Dat is powerful. Die mier weet dat hij moet blijven zaaien, zodat wanneer die moeilijke tijden komen, heeft hij toch een oogsttijd. Je moet blijven zaaien. Je moet je tiende blijven geven. Je moet elke keer dat God dat op je hart legt om een offer te geven, moet je dat blijven doen. Omdat God elke keer eigenlijk, en dat is het mooie van God. En ik wil vandaag een paar eerlijke mensen hebben vandaag in de zaal. Hoe vaak hebt u niet hier gezeten in de zaal en je viert dat eigenlijk, me viert dat met Simon Boussa. Heb je dat niet gevoeld? De andere mensen horen Gods stem niet meer, dus ik kan ze niet helpen. Maar u begrijpt wat ik bedoel toch? Je zit en je zegt, hé, wat lees me Simon Boussa. Of de Heer zegt je gewoon, zaai een goede zaad. Iemand heeft vandaag een chowmin in mij gezaaid. Heel goed, man. Maar broer, kan ik net niet ben je maar chowmin. Maar kan ik niet, ieder bezig past, niet dat ik Santa je tegen mij zaai die chowmin, maar niet dat vandaag niet. Dus, Je moet blijven zaaien. Zo zitten jullie ook daar. Vandaag niet. Zo zitten jullie daar. Misschien dat de Heer zegt, zaai vandaag. Je zegt, Heer, vandaag niet. We horen niet. Jesaja 3 vers 10 zegt iets mooi tegen ons. Dit is pastor Wayne Heywood zijn tekst. Zeg van de rechtvaardige, of zeg tot de rechtvaardige, dat het hem zal welgaan. Want hij zal de vrucht zijner daden eten. De dingen die hij gezaaid heeft. Maar hij zegt duidelijk, zeg tot de rechtvaardige. Omdat hij ervan uitgaat dat de rechtvaardige goede dingen zaait. Hij heeft niet gezegd, zeg tot de onrechtvaardige. Of zeg tot de mens. Hij heeft duidelijk een onderscheiding gemaakt. Want rechtvaardige mensen doen rechtvaardige daden. Een goede boom brengt goede vruchten voort. Een slechte boom brengt slechte vruchten. Dus hij zegt, zeg van de rechtvaardige, of say to the righteous, dat het hem zal welgaan. Het zal u welgaan. Hij heeft nooit gezegd wanneer een bepaalde regering aan de macht is. Hij heeft gezegd, zeg tot die rechtvaardige. Het zal u welgaan. Wie is de rechtvaardige? Zij die geloven in de God van Israël. Zij die geloven dat Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. En die Jezus Christus hebben geaccepteerd als hun heiland en verlosser. Heb ik rechtvaardigen hier in de zaal? Heb ik werkelijk rechtvaardigen hier in de zaal? Rechtvaardigheid heeft niets te maken met jouw daden. Het heeft te maken dat jij Jezus Christus hebt geaccepteerd. There's nothing to do with you. Wat wij allemaal doen nog, dingen die als God niet kijkt naar het bloed van Jezus, hoe ben je dit? Dus God zegt aan Jezus, zeg tot mijn rechtvaardige. Zeg ze dat als aan God en boom. Het zal u wel gaan.
Want hij zal de vrucht zijn daden eten. Geef het in Engels. Met andere woorden, wat je gezaaid hebt, zal je eten. Say ye to the righteous that it shall be well with him, for they shall eat the fruit of the doing. Wat doe je? Hoe zaai je? Zaai je onrecht of zaai je recht? Wij moeten komen op de plaats, lieve mensen. Dat wij moeten verstaan dat God niets anders wil hebben dat wij goed doen. Elk moment van de dag. Goed. Niet letten op omstandigheden, niet letten op situatie, maar gewoon goed doen. Omdat als je goede dingen doet, gaat die goede God ook ervoor zorgen dat je je oogst krijgt. Ook ervoor zorgen dat je payback time hebt. Als we kijken naar Isaac, dan zien we dat Isaac kwam in een land die in een periode was van crisis. De Bijbel zegt dat Isaac was in dat land. En God zei tegen Isaac, ga met mij naar Genesis 26, dat hij in het land moest blijven en niet uit het land weg moest gaan. Ga naar vers 1. Eens kwam er een hongersnood in het land, behalve de eerste hongersnood die er geweest was in de dagen van Abraham. En Isaac ging naar Abimelech, de koning der Filistijnen. Toen verscheen hem de Heer en zeide, trek niet naar Egypte, woon in het land dat ik u zeggen zal. Vertoef in dit land als een vreemdeling, dan zal ik met u zijn en u zegenen, want u en uw nageslacht zal ik al die landen geven en ik zal de eed gestaan doen die ik uw vader Abraham gezworen heb. Je zal oogsten wat Abraham gezaaid heeft. Abraham heeft geloof gezaaid. Je zal ervan oogsten. En de Bijbel zegt in vers 12, en Isaac zaaide in het land en oogste in dat land in dat jaar honderdvoudig. En de Bijbel zegt, want de Heere zegende hem. De Heere zegende hem. Te midden in de tijd van, in de periode van hongersnood. Terwijl alle andere mensen honger leden en dingen, werd Isaac gezegend. Waarom? Isaac zaaide. De andere mensen hadden hongersnood, maar ze zaaiden niet. Maar Isaac zaaide in dat land en oogste in dat land in dat jaar honderdvoudig, want de Heere zegende hem. En kijk wat vers 13 zegt. En die man werd rijk, ja gaandeweg rijker, totdat hij zeer rijk geworden was. Stop. Wat heeft hij eerst gedaan? Alvorens hij rijk, ja gaandeweg rijker, totdat hij zeer rijk geworden was. Gedaan. Wat heeft hij eerst gedaan? Je wil rijk worden, maar je zaait nooit. Je moet zaaien. Zaai in Gods huis. Zaai in het leven van andere mensen. Dan pas kan je beroepen op dit soort teksten. God zegt het duidelijk. Laten we teruggaan naar vers 12. Ik wil dat dit gaat in je yin-yin-yin, in je merg. En Isaac zaaide in dat land. In een land van hongersnood. Mensen zaaien in Suriname. In een land die nu gaat onder de crisis. Zaai in het land. Investeer in het land. Geloof in het woord van God dat Suriname een gezegend land is. En de Bijbel zegt, en in dat jaar oogste hij honderdvoudig. Waarom? Want de Heere zegende hem. De Heere had hem gezegd dat hij in het land moet blijven en niet naar Egypte moet gaan. Wij zijn hier geplant door de Heere in dit land. Maakt niet uit voor mij welke regering komt. Zolang God gezegd heeft tegen mij, Suriname is jouw land. Dan zal ik blijven zaaien en oogsten. Niet gewoon honderdvoudig in dit land. En niet alleen oogsten. De Bijbel zegt, en die man werd rijk. Vers 13. Ja, gaandeweg rijker. Totdat hij zeer rijk geworden was. Ik persoonlijk denk dat men was nog niet zo eloquent
met taal zoals wij nu. Dus men heeft een manier gevonden om te tonen dat er steeds een groei was in zijn rijkdom. Dat de man tak rijk, ja gaandeweg rijker, totdat hij zeer rijk geworden was. Wat voor Nederlands is dat? Terwijl de man met tak rijk, rijker, rijkste. Maar goed, I love it. Dus, maar er was een voorwaarde. Hij zeide in het land. Elk van u heeft een zaad. Toen God een zoon, toen God een volk wou hebben, heeft hij zijn zoon als zaad gebruikt. Hij heeft Jezus als zaad gebruikt. De Bijbel zegt ons duidelijk dat Johannes 12 vers 24, Jezus zelf zegt het. Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt, hij sprak over zichzelf, en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Hij had het over zichzelf. Hij zei, zolang ik niet aan het kruis ga, kan ik mezelf niet reproduceren in heel veel vruchten. Hij moest sterven opdat er meerdere zonen geboren zouden worden. God praat niet over dokters makkelijk. Toen God zonen wou hebben, heeft hij zijn zoon. Hij noemt vrouwen ook zijn dochters. In de Heere, het lijkt wel gek en verwarrend, maar in de Heere ben je geen vrouw. Je bent een zoon. Begrijp je? Dus Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u. Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, indien het zaad, kan je zeggen, blijft zij op zichzelf, maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voor. Wat wil hij daarmee zeggen? Hij zegt, als je niet bereid bent je zaad te laten gaan. God was bereid zijn zaad te laten gaan. Daarom heeft hij de gemeente geoogst vandaag. Iemand moet de prijs betalen. Iemand moet het zaad zaaien, zodat er een oogst zal zijn. U moet zaaien voor uzelf, maar u moet ook zaaien voor uw kinderen. En wanneer u zaait, moet u dat zaad met rust laten. Mensen laten het zaad niet met rust. Het zaad moet de kans krijgen om te groeien. Je moet het zaad zaaien. Vele mensen zaaien niet. Hoor wat Jezus zegt. In Markus 4 vers 26, vers 29. Wij moeten niet proberen om het zaad te manipuleren en te bepalen. Nee. Markus 4 vers 26 tot 29. Het gaat niet werken. Wanneer je zaad gezaaid hebt, moet je erin geloven dat het zaad op zichzelf genoeg kracht heeft gekregen van God om zich te gaan reproduceren. Hij zegt, alzo is het koninkrijk Gods als een mens die zaad werpt in de aarde. En slaapt en opstaat nacht en dag. En het zaad komt op en groeit zonder dat hij zelf weet hoe. 28. De grond brengt vanzelf vrucht voort. Eerst een halm, daarna een aard, daarna een volle koren in de aard. En 29. Wanneer dan de vrucht rijp is, laat hij er terstond de sikkel in staan, omdat de oogsttijd is aangebroken. Eenvoudig gezegd. Wanneer je zaad gezaaid hebt, maak je er geen zorgen over. God neemt zijn tijd rustig om het te laten groeien, totdat de oogsttijd aangebroken is. Jij bepaalt het niet, God bepaalt die oogsttijd. Maar het zaad gaat zich reproduceren. Eén zaad, één manje zaad, geeft hoeveel manje? Duizenden manjes. Eén zaad. Zeg wat manjako. Komt dat in Suriname. Ik kan maar verstaan. Prana manjako. Want bigi bong ekong. Ome manjako je abakadat. Mijn honden weten alles daarvan. De nyande manja lek de laudrape. Zodra wat manjafadong. Hoe heet die honden? Biga moro alasma. Want biga eet beter dan zijn baas. Voedzamer dan zijn baas. Biga moest ik eigenlijk noemen manja. Alleen maar manjas. Alle manjas worden opgegeten. Als ik straks naar huis ga, dan laat hij me merken dat hij weer een manja heeft gegeten. Hij gaat het niet in het duisternis eten.
Elke dag, zodra je die deur openmaakt, zijn er 4, 5 manjepitten daar. Vers, vers. Dus Biga dank de Heer voor die manjeboom elke dag. Daarom wordt Biga nooit ziek. Biga is zo stevig. Want Biga heeft begrepen, meer dan vele mensen, dat als je vruchten eet, blijf je gezond. Ga naar Genesis 1 vers 11, waar God praat over het principe van vermenigvuldiging. En dat werd op gang gebracht toen God de aarde schiep. God zegde dat de aarde jonggroen voortbrengen, zaadgevend gewas, vruchtbomen die naar hun aardvruchten dragen, welke zaad bevatten op de aarde, en het was zo. God heeft toen een wet ingesteld in Genesis vers 11, dat elke vruchtboom zaad zou voortbrengen, aan het einde zou het zaad vallen en het zaad zou zich weer reproduceren. Iedereen, elke man op aarde, die zich wil reproduceren op aarde, moet zijn zaad kwijt op een grond. Wie oren heeft, die oren. Ik heb niks gezegd. De kracht van reproduceren. Als je kinderen wil hebben, moet je goede aarde vinden. In het huwelijk, laat me dat als christen direct zetten. Wat Tamara Norman of send me app. Maar je begrijpt wat ik bedoel, toch? Ik ben geboren omdat het zaad zich gereproduceerd heeft. U kijkt me zo heilig aan, u ook. Als uw zaad in verkeerde grond was gegaan, in de Benja. Dus u bent het product van zaaien en oogsten. Ik geloof het niet, maar het is zo. En hebt u niet opgelet dat u lijkt op uw vader en op uw moeder? En als een van ze verkeerd is gegaan, ziet iemand, de buurvrouw, dat mijn vader is Kobif Abrasé. Want zaad, dat staat geschreven, die de vruchtbomen die naar hun aardvrucht dragen. Veel mensen geloven niet. God heeft gezegd, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar ons gelijkenis. Jezus komt op aarde en hij zegt, jullie doen moeilijk. Wat als ik zeg dat u goden wordt genoemd? Wat? Hij heeft gewoon aan die fariseërs gezegd, jullie willen me doodmaken omdat ik gezegd heb, ik ben de zoon van God. Staat er niet geschreven in je wet, gij zijt goden? Zeg je, ja, het woord daar is Elohim. Het woord God is Elohim in enkelvoud. In Psalm 86, denk ik, noemt Jezus, worden we in de psalmen genoemd, gij zijt goden. Elohim in meervoud. Dus in feite zijn mensen kleine goden. Anders liegt God. Waarom denk je dat God alles doet om de mens te redden? Omdat de mens niets anders is dan een reproductie van God op aarde. En Satan wist dat. Daarom heeft hij de zonde gebracht. Stelt u zich voor, mensen, als Adam niet had gezondigd, waren wij allemaal op aarde zoals God was in de hemel. Je moet goed luisteren naar Jezus' gebed. Wanneer hij bidt onze Vader, komt het ergens in het bid, zegt hij, dat uw wil moet geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Alles wat in de hemel is, wou God een replica hier op aarde. God was in de hemel als God almachtig en hij wou Adam hebben als kleine God hier op aarde. Ga het lezen. Toen God Adam schiep, sprak Adam tot de dieren. Hij gaf de dieren hun naam. Voor de zondeval kon die slang nog praten met Eva. Na die zondeval is dat weggehaald door God. De dieren konden praten.
De dieren waren niet geschapen als God, maar God had de mens geschapen. Daar was God bereid om voor die mens te sterven. Ik kan u allemaal zeggen dat u allemaal op God lijkt. Allemaal. Iedereen heeft iets van God. Als God zegt dat hij zich niet schaamt om ons zijn broeders te noemen. Zijn geen dingen die je moet onderschatten. Wanneer God op aarde komt, vaak is God op aarde geweest. Alvorens hij zich gemanifesteerd heeft als Jezus Christus. Maar als hij komt, een paar keer is hij geweest. Laat me een van ze tonen in Genesis 18. En moet je goed lezen vers 1 wat er daar staat geschreven. En de Heere, iedereen zegt de Heere. Zegt de Heere. Verscheen aan Abraham. Zeg verscheen aan Abraham. Punt. Oké, en nu ga ik voor je lezen. En de Heere verscheen aan hem, Abraham, bij de terebinten van Mamre, terwijl hij op het hees van de dag in de ingang der tent zat. Vers 2. Kijk nu. En Abraham, hij sloeg zijn ogen op en zag en zie, drie mannen stonden bij hem. Toen hij hen zag, liep hij hun uit de ingang van zijn tent tegemoet en boog zich op aarde. Drie mannen gewoon. God is gekomen met twee van zijn engelen. Vers 3. En hoor nu. En hij zeide, mijn Heer, hij wist niet dat het de Heer was. Indien ik uw genegenheid gewonnen heb, ga dan niet aan uw knecht voorbij. Vers 4. Laat toch weinige water gehaald worden en was uw voeten en vlijt u neder onder de boom. Vers 5. Dan wil ik beter brood gaan halen, opdat gij het hart versterkt. Daarna kunt gij verder trekken. Daartoe zei gij immers langs uw knecht getrokken. En zij zeiden, doe, hier meer fout, doe zoals gij gesproken hebt. Doe, zij zeiden. Versen, toespoeden enzovoort enzovoort. Ga naar waar de Heere nu gaat spreken tot hem. Als ze gegeten hebben, versen 9. Toen zeiden zij tot hem, let wel goed, men praat steeds in meervoud. Eén persoon praat, maar men geeft het steeds in meervoud. Toen zeiden zij tot hem, waar is uw vrouw Sara? En hij zeide, daar in de tent, vers 10. En hij zeide, met welke letter staat hij nu geschreven? Eén persoon heeft altijd gesproken. Maar het leek alsof er drie mensen spraken. Maar nu gaat God het duidelijk onderscheiden. Dat hij in de vorm gekomen is van drie mannen. Later gaat hij zichzelf nu openbaren. En hij zeide. Voorzeker zal ik over een jaar tot u wederkeren. En dan zal uw vrouw Sarah een zoon hebben. En Sarah luisterde bij de ingang der tent. Die zich achter hem bevond. 11. Abraham nu en Sarah waren oud en ook bejaard. Het ging Sarah niet meer naar de wijze der vrouwen. 12. Dus lachte Sarah in zichzelf, denkende. Zal ik wel lust hebben nadat ik vervallen ben, terwijl mijn Heer oud is? En nu gaat God zich openbaren. Toen zeide de Heer tot Abraham. Waarom lacht Sarah daar en zegt, zal ik werkelijk baren terwijl ik oud geworden ben? Nu pas gaan ze beseffen dat God in hun midden is. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Enzovoort, enzovoort. Maar dit zijn mooie teksten. Maar de essentie is, waarom openbaart God zich als een mens? Omdat wij als hem zijn. Hele Bijbel heeft God zich altijd als mens. En ultimate heeft hij zich in Jezus geopenbaard als zo. Waarom? Luister goed naar mijn mensen. Dit is geen nieuwe doctrine openbaring. In het boek van Johannes zegt Johannes de apostel, een dag zullen we hem zien van aangezicht en we zullen zijn zoals hij is. Maar in werkelijkheid, bij de schepping zijn we als hij is. In werkelijkheid zie je de Bijbel ons praten over iemand die daar zit op de troon, Daniel. Als een bejaarde oude man.
Waarom? Zie je? God was altijd in zijn, als een man gebouwd. Laten we het lezen, Daniel. Laten we het even zoeken. Als Daniel in de oudtijd een openbaring kreeg van de Heer, dan ziet hij hem als een oude vandaag. Laat mij zien. 7:9. Daniel 7:9. En terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld. En een oude van dagen zette zich neder. Dat is God Almachtig. Zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wat. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raden daarvoor. Dus God heeft toegelaten. Luister goed naar mij, mensen. God leeft niet in de tijd. God leeft in de eeuwigheid. Wanneer hij toestaat dat Daniel komt in die eeuwigheid, dan ziet Daniel hem zoals hij is. Wij leven in de tijd. God kent geen tijd. Daarom zegt Petrus dat één dag is als 1000 jaar in de ogen van God. En 1000 jaar als één dag. Voor hem gebeuren de dingen. Wij moeten het tegemoet gaan. Maar God Almachtig weet al wat er gaat gebeuren. Dus wij praten over God wou een zoon hebben. Of wou zonen hebben op aarde. Dus hij heeft zichzelf gereproduceerd. Door Jezus als zaad te zetten. Wil je geld hebben? Zij geld. Wil je liefde hebben? Zij liefde. Wil je manje hebben? Zij een manje pit. Ga geen manje pit. Zij je. Dan dacht ik, maar waarom komt die awara nog niet op? Die awara gaat nooit opkomen. Als je awara wou hebben, dommie, moest je awara zetten in de grond. Nee, ik ben serieus. Als je geld wil hebben, moet je geld zij. Ik wil eigenlijk je tonen dat je, elke keer dat je geld houdt, ga je dat alleen hebben. Je gaat dat alleen hebben. Maar elke keer dat je zaait geeft, geld zaait, is het net als één manjapit. En je creëert de mogelijkheid dat je vele manjes zal krijgen. De mensen die zitten in de landbouw weten waarover ik praat. Amen. Verstaat u wat ik bedoel? Volgende week ga ik je 7 principes geven waarop je moet letten. Alvorens je begint te zaaien. En waarom het belangrijk is om te zaaien. Het geld dat je hebt, als je wil hebben dat het groeit, laat me het goed uitleggen. Laat me het anders uitleggen. Als je ik moet iets hebben dat altijd makkelijk te verkopen. Als je een dingenboom hebt, hoe heet je die okerboom? Als je oker hebt gehad, wat doen wij meestal? We nemen 2 of 3 van die vruchten, okervruchten, en wat zijn? We laten hem drogen. Wat voor doel is dat? Om weer zaad te hebben. Dus, maar als u het had opgegeten, was dat de laatste keer dat u oker had gegeten? Ja toch? Je hebt sommige dingen, zoals manje, in de manja makko. Dus God heeft je daarin een beetje tegemoet gekomen. Maar ik praat over zaad dat je kan eten. En geld is een van de dingen. Als je het helemaal op eet, kan je het niet meer zaaien. Je kan niet geven wat je niet hebt. Je kan alleen geven wat je hebt. Sommige mensen zeggen, Tema Bibi Saji, je hebt nooit dat, wanneer ga je geven? Dus je moet ervoor zorgen dat wanneer je hebt, dat je begint te geven, zodat je oogst kan ontvangen, zodat je weer kan hebben, zodat je steeds dan die reproductie hebt. Mag ik een amen horen? Amen. Maar broeder, midden in een crisis tijd, je kunt dat overzaaien. Omdat ik u wil helpen. U hebt het zelf gelezen. De man Isaac kon niet komen op het niveau waar hij alvorens hij gezaaid had. Er is een principe, mensen. Laat me dat toch even met u lezen. Waar is die tekst? Wie karig zaait. Ik had hem geschreven. In het Korinthe nog? 2 Korinthe. In ieder geval is er een tekst in 2 Korinthe, 6, dacht ik.
Dat de Bijbel zegt, wie karig zaait, wie weinig zaait, zal weinig oogsten. Dus je moet blijven zaaien. Ik kan dit vrij prediken, omdat tante Loes is mij getuige. De mensen die met mij lopen, weten dat ik een zaaier ben. Meneer Play. Begrijp je? En daarom zeg ik ook tot de Heere. Heere, wanneer is de oogsttijd? En laat mij u zeggen, mensen, it's gonna shock you. Mijn oogst verwacht ik niet. Wie weinig zaait zal weinig oogsten. Of wie karig. Nee. Daarom heb ik u geleden gezegd, wij kunnen als Logos gewoon vrij bidden voor die miljoenen. Want we hebben gezaaid voor die miljoenen. U gelooft dat niet. U kijkt niet naar de financiële cijfers. Come on, geef de Heer een applaus. U let niet op hoeveel zaad we gooien in de grond. Wanneer? U moet altijd kijken wanneer wij onze financiële verslag. Moet u kijken hoeveel geld gegaan is naar andere gemeenten. Moet u kijken hoeveel we gezaaid hebben in Gods koninkrijk. Meestal hebben we meer gezaaid buiten dan hier. Dat is elk jaar zo geweest. We hebben meestal meer gegeven, we hebben onszelf meer tekort gedaan. Maar in de hoop dat die oogst en in de wetenschap dat er een oogst zal komen. Amen. Liever doe jezelf tekort nu, wetende dat wanneer God begint te zaaien, kan niemand die zegen van God tegenhouden. Want de zegen des Heren is het die rijk maakt. Zoeken voegt er niks aan toe. Kom maar, laten we de Heer een applaus geven. Halleluja!